En sprak Capella bedacht dat ik dan dit zo mocht doen. Dus ik was helemaal gelukkig. Want ik wilde al het Maria zijn. En ik heb ook jarenlang het klooster ingewild. Door haar. Oh, dank u wel. En ik heb ook 9 jaar lang de mis gediend. 3 keer in de week bij de zusters penitenten. De eenheid Franciscanesse. In Wassenaar. Was ik mis die netten. Zie je het voor je? Zag je het ineens voor je toen ik hier voorbij liep? Mooi hè? En daarom lijkt het me leuk om nu met jullie een soort medley te doen. De eerste 2 liedjes zing ik met koor en alleen. En daarna moeten jullie meegaan doen, want je dacht toch niet dat je hier de hele avond gewoon rustig kon zitten. Maar had je misschien gedacht, nou als je helemaal geen kracht hebt mag je blijven zitten. Maar het wordt een beetje joint venture, zoals dat heet. En we beginnen dan, Otto, met My Favorite Things. Want dan voel ik me nog steeds een beetje Maria. En jullie zijn dan allemaal die kinderen die bang zijn voor het onweer. Weet je nog wel in dat bed? Dat met het hele dikke deken voor dat ze lekker zacht eruit zien, die deken. Zullen we het eens doen? Gooi hem er maar in, Otto. En Fonet en Laudato Domino zingen keihard mee. En ik ook. Dan, ja. Oké. Okay. Kom maar. Weet je wel, en dan gaat ze met die man trouwen. Dat heb je net meegekregen. En daar haakte ik een beetje af. Want ik wilde graag dat klooster in. En ik vond vooral moeder Overste zo mooi, want die zei van die wijze dingen. Als God ergens een deur dichtgooit, doet hij ergens anders een raampje open.
weet je het nog? En ze zag er zo mooi uit, de overste, want ze had dat prachtige habit aan. Zij was maar een novice, dus een beetje een lullig kampje. Maar moeder overste had een prachtige habit die al die hondenkinderen wegwerkte. Met brokante handschoenen. Heel mooi. Dus op een gegeven moment, en ik ben erg dominant aangelegd, heb je het in de gaten. Dus ik wil eigenlijk wel dat moeder overste zijn. Ik ben wie is hier rooms-katholiek? Ik geloof weinig, hè, in Sprankapelle. Wie is hier protestant? Steek je hand zo. Oh, en kunnen jullie er wel tegen, die kloosterverhalen? Ik ben kwart Brabants, maar ik ben ook een half uur genoot. En hoe vind je die rooms-katholiek is geworden? Dus ik heb alles in mij. Dus iedereen die hoort erbij. Maar ik ga nu toch even kleine vrienden voor jullie zingen, omdat ik dus zo moeder-overste-achtig ben dan. Hè? Dus ik zou zeggen, gooi hem er maar in. Het is een hele mooie aria eigenlijk over die regenboog en die berg.